Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 23 mei van Weerplaza. Een hoogdrukgebied in onze omgeving bepaalt voorlopig het weer. Het blijft droog en het ziet er vandaag vrij uit. De zon schijnt vanochtend al geregeld. Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur rond een graad of 14. En de wind die trekt aan naar matige windkracht 3. Vanmiddag zien we een afwisseling van zon en stapelwolken. Bij een temperatuur van 19 graden in de kustprovincies tot 22 graden in het oosten van het land vanavond verdwijnen de meeste wolken en ligt de temperatuur tussen de 15 en de 18 graden. We krijgen een heldere nacht met een temperatuur van 7 tot 11 graden. Morgen is het opnieuw vrij met geregeld zonneschijn. Het wordt nog iets warmer dan vandaag, 23 graden in Limburg. Wel is kans op een enkele bui in het zuidoosten en staat er meer wind vanuit het westen, windkracht 4 langs de kust. Zaterdag is het nog vrij met geregeld zon, vooral langs de kuststreken. Wel is het ietsjes koeler met hooguit 20 graden. Vanaf zondag is de kans op regen groter, maar de regen verwacht ik pas in de avond. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.